De stad Groningen, Haren en een deel van Paterswolde zaten vanmiddag ruime tijd zonder water. De oorzaak was een storing in de productielocatie De Punt van het waterbedrijf Groningen tegen 2 uur. Door daar handmatig te gaan werken kwam de watervoorziening na een dikke 1,5 uur langzaam maar zeker weer op gang. Het waterbedrijf roept op om zuinig met water te doen, zodat iedereen rond 8 uur weer volop water heeft. Het ontbreken van water uit de kraan leidde niet tot hele grote problemen. Wel was er in de supermarkten meteen een ware run op flessen bronwater.